Astrid, ontzettend leuk dat je bij ons in de winkel bent, bij Boekhandel Donner in Rotterdam. Je eigen thuisbasis eigenlijk, hè? Zeker, ja. Ik vind het heel erg leuk dat ik hier mag zijn. Ja, want vertel eens, wat is jouw geschiedenis met Rotterdam? Nou, ik ben hier geboren en toen heb ik hier 2 jaar gewoond. En toen ik ging studeren ben ik hier weer naartoe terug verhuisd en nu woon ik alweer 18 jaar in Rotterdam. Oh ja, dat is echt een Rotterdammer dus. Ja, ja. Ja. Dus nu verschijnt je tweede boek. En we linken jouw boek een beetje aan onze winkel. Omdat je hem nu kan pre-orderen met een persoonlijke boodschap van jou en een handtekening. En dat is toch wel een beetje speciaal voor deze winkel. Wat vind je daar nou van? Ja, dat vind ik echt fantastisch. Ja. Dat vind ik echt zo ontzettend leuk. En ik krijg nu al heel veel enthousiaste reacties er ook op. En mensen die het echt heel erg leuk vinden dat ze een gesigneerde versie kunnen bestellen. Dus en dan ook nog Donner. Ja, ja. Voor mij is Donner echt geweldig. Ja, nou dat is hartstikke fijn om te horen. Wij vinden het ook ontzettend leuk dat het zo gaat allemaal. Hey, en dit is nu dus je tweede boek. Je eerste boek is heel goed ontvangen. Hoe was het om nu een tweede boek te gaan schrijven? Nou, ik vond het eerlijk gezegd best wel spannend en ook veel lastiger dan de eerste keer om ermee te beginnen. Ja. Ja, ik voelde zeker aan het begin echt best wel wat druk. Omdat ja, bij je eerste boek niemand weet toch wie je bent. Ja. Dus je schrijft gewoon en dan hoop je dat mensen het leuk vinden of niet. En nu, ik had best wel wat zenuwen ervoor. Ja. Dus het duurde echt een paar maanden voordat ik dat los kon laten en gewoon weer lekker kon schrijven. Ja. En zodat ik daar niet meer aan hoefde te denken, zeg maar. Ik geloof het, want had je een deadline? We hebben het, ik heb de titel helemaal niet genoemd. En we hebben het boek ook nog niet in het echt natuurlijk. Ik zal de boekenlegger even naar de camera houden. Het gaat om de Academie van Astrid Boon Stoppel. De boekenlegger geeft een heel klein beetje weg van het plot. Dit gaat er aankomen 29 oktober. Ja. En je eerste boek, of nee, ik wil aan je vragen of je er een deadline voor had. Of voor jezelf, of vanuit de uitgever. Nou, niet een harde deadline. Nee. Eén keer in de 4 maanden ongeveer vroeg Meerte van Blossom Books aan mij. Joh Astrid, hoe gaat het? Denk je dat we je kunnen meenemen in de catalogus die er aankomt? En dan zei ik eigenlijk elke keer, nee. Totdat ik dacht, ja, dit ga ik wel halen. En toen zei ik, ja, ik ben er nu klaar voor. En toen, en dan komen er automatische deadlines, die zitten er dan aan vast. Het is bijna af, nog niet helemaal. Dus ik ben er nog mee bezig. Ja. Even de laatste puntjes op de i. Ja. Want was je ook al een beetje met de academie bezig tijdens het schrijven van je eerste boek, Dit is hoe het ging? Of is het echt het een na het andere gekomen? Nee, echt het een na het ander. Ja. Ja, als ik aan het schrijven ben, kan ik me echt maar op één ding richten. Ik vind het ook altijd heel knap dat er auteurs zijn die aan 3 boeken tegelijk werken of zo. Ik kan dat helemaal niet. Nee. Eerst klaar zijn. Af en ook het liefst in mijn handen. Ja, en dan pas ik. Ja. Door naar het volgende. Ja. Ja. Ben je zelf overweldigd door het succes van je eerste boek, Dit is hoe het ging? Ja, echt enorm eigenlijk. Ja, ik überhaupt dat mensen het willen lezen, vind ik al een soort bijzondere ervaring. Anders dan zeg maar mijn ouders en mijn familie en een paar vriendinnen, zeg maar. Ja. En dat mensen het dan ook echt mooi vinden. Ja. En daar, ik heb echt heel veel berichtjes gekregen gewoon van lezers, vooral via Instagram. Nou, ik had er echt niet eens van durven dromen. Heel mooi. Ja. Ja. Groot succes. En toen won je ook nog debuutprijs van de jonge jury. Nou ja, dat is natuurlijk kers op de taart. Ja, dat was echt de kers op de taart. En ook echt een enorme verrassing. Ja. Ja. Ik was echt totaal perplex. Ik weet niet of je de video hebt gezien op de website van de jonge jury, maar ik wist echt niet hoe ik het had. Nee. Nee, je hebt altijd goede concurrentie ook natuurlijk dan. Zeker. Ja. En ik vond het al geweldig dat ik genomineerd was en ik was blij met alles eigenlijk. Maar dus, je bent ook bij Blossom gelijk bij een hele mooie uitgever begonnen natuurlijk. Zeker voor een publiek wat de young adult leest. Ja, echt heel bijzonder. Hoe is dat gegaan? Ik heb Meerte mijn boek opgestuurd of althans een Word-bestandje opgestuurd.
En toen mailde ze terug, ik zal er naar kijken. Dus ik dacht, nou ja, oké. Okay. En toen 2 dagen daarna mailde ze, nou kom alsjeblieft langs, want we vinden het heel tof en ik heb het al uit. Oh, wat leuk dus, zeg. Ja, echt, nou ja, een soort droomscenario ja. eigenlijk. Ja. Want het was dus ook in 1 keer raak. Het is niet dat je naar 3 of 10 ja, nee, daarvoor, ja, zeker wel. Ja, daarvoor heb ik het naar, nou, ik denk dat ik nog wel naar 8 anderen ook gestuurd. Oh, ja. Maar bij Blossom, ja, het was denk ik gewoon een soort meant to be of zo. Ja. Het voelde ook meteen goed en ja, het zijn gewoon hele leuke mensen. En ze snapten ook precies wat ik ermee wilde. Ja. Ja, een hele goede match met het publiek ook. Ja, dat. En ja, ze doen ook heel veel leuke dingen met hun lezers. Ja. En ze begrepen ook dat ik, nou ja, ik wilde geen kinderachtige cover. Ik wilde echt iets wat in principe iedereen ja. Kan lezen in de trein. Ja. Ja, dus nee, dat is, ik ja, kan me nu ook niet meer voorstellen dat het ergens anders uit nee, zou komen. Nee, dat begrijp ik. Dus het was heel logisch dat je 2e boek hier, ja. hier ook ging verschijnen. Ja, gelukkig, ja. ja. En kijk, ik heb natuurlijk de academie nog niet gelezen, maar wat ik erover heb gelezen, klinkt het iets totaal anders dan dit is hoe het ging. Is dat ook zo? Zonder ja. te spoileren natuurlijk. Het is echt totaal anders. Ja, dat kan ik wel zeggen. Dus dat maakt het ook wel extra spannend. Dat niet mensen denken dat het een soort kopie wordt van dit is hoe het ging, maar dat het is echt iets heel anders. Maar je kan denk ik wel heel duidelijk lezen dat het van mij is. Ja, dus de jouw stijl. Is denk ik wel heel, ja, heel erg van mij. Herkenbaar. Ja, en de hoofdpersoon is weer een meisje. Nou, ietsje ouder is ze dan de hoofdpersoon van dit is hoe het ging. Wil je er iets over vertellen? Of kan je er iets over vertellen over de academie? Zonder te ja, veel jawel, te jawel. Dat is best wel een uitdaging elke keer. Ja. Nou, de hoofdpersoon is M. M is ietsje ouder dan Cato. M is, heeft net eindexamen gedaan. En die wordt toegelaten tot de academie. En dat is een soort super exclusieve privéschool. Dat is gevestigd in een landgoed, ergens in de bossen. En het is voor de buitenwereld eigenlijk heel onduidelijk wat er allemaal gebeurt op die academie. Wat voor lessen ze krijgen, dat is een beetje mysterieus. Maar alleen de echte slimme meisjes worden daar toegelaten. En je volgt eigenlijk M vanaf dag 1 dat ze daar aankomt in dat landgoed bij Isabella Recour. De academie wordt gerund door een echtpaar, Frederik ja. en Isabella. En dan is het heel lastig om dan dus verder niks te spoileren. Ja, zonder te spoileren. Ja, ja. Maar het is in ieder geval niet een normale school zoals wij het gewend zijn. Nee, zeker niet. Nee, het is sowieso exclusief en heel luxe. En alles is ook afgesloten van de buitenwereld. Ze moet meteen op dag 1 haar mobieltje ook inleveren. Geen contact. Ze moet zich volledig onderdompelen in het leven op die school. En ja, het gaat heel erg over machtige mannen. En een nog machtigere vrouwen. Oké. Okay. Dat is het eigenlijk. Klinkt goed. Ja. Ja? Ja, ik kan niet wachten om te lezen. 29 oktober is het, hè? Ja, donderdag 29 oktober. Ja. Dan is het zover. Spannend. Nou, en dan ga je dus net even daarvoor, kom je bij ons langs. Nou, hè, dan ga je even een aantal, of even, nou ja, de reserveringen gaan heel goed. Dus je hebt misschien een hele stapel om te signeren. Ja, dat wordt natuurlijk geweldig. Persoonlijke boodschap erin. Heb je al persoonlijke boodschappen gekregen die mensen erin willen hebben? Of moet je dat allemaal nog te zien? Nee, die heb ik nog niet gezien. Nee, okay. Ik heb wel heel veel berichtjes gekregen van mensen die hem al besteld hebben. Maar ja. nog niet wat ze er wat precies er in willen. Leuk. Ik ja. ben heel benieuwd eigenlijk. Ja, ik ook. Ik ook. En of ze dan een grapje maken of dat ze misschien cadeau doen aan iemand. En dan ja, is natuurlijk ook leuk. Ja. 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 Dus het is een spannende tijd voor jou. Zeker. Ja, vooral omdat ik er dus ook nog heel eventjes aan moet werken. Dus het voelt ja. nog niet af. Ja, het voelt denk ik sowieso pas af als je hem echt vast hebt. Ja. 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 ja, en het is natuurlijk een gekke tijd. Want een echte boekpresentatie, dat zit er nu natuurlijk ook niet nee, in. Nee, dat verwacht ik niet. Nee. nee. Jammer, hè? Ja, dat vind ik wel jammer. Doen we bij deel 3 dan? Of een 3e boek, moet ik zeggen. Ja, ja. 3e ja. boek. Ja, dat zou wel heel leuk zijn. Als het dan weer allemaal een beetje
normaal. Ja, het was natuurlijk het allermooiste geweest als je hier gewoon in de winkel had kunnen zitten en een seniorsessie voor mensen zelf kon gaan. Ja, dat zou echt te gek zijn. Maar ja, we weten niet hoe het er eind oktober weer uitziet. Dat is ook zo, ja. Dus wie weet. Wie weet. Voorlopig hebben we deze mooie actie in ieder geval. Ja, ja. Ja, ik vind het heel leuk. Ja, wij ook als boekhandel. Dus ja, het boek kan nog steeds gepre-orderd worden tot eigenlijk kort van tevoren nog. En dan schrijft Astrid er een mooie persoonlijke boodschap in. Ik schrijf als je dat alles wilt. In wat je wil. Of alleen een handtekening. En dan zorgen wij ervoor dat hij op de dag van verschijnen bij jullie in de bus komt. Ja. En dan wil ik je hartelijk bedanken, Astrid. Dankjewel. Voor je komst en voor je interview. En ja, voor alle leuke dingen die je hebt te vertellen. En dan hoop ik dat we bij een derde boek gewoon het publiek hier in de winkel kunnen krijgen. Ja. Dat ze jou ook echt kunnen ontmoeten in persoon. Ja, dat zou te gek zijn. Ja. Maar ik ben al super vereerd dat ik hier mag zijn. Nou, we zijn er ook heel blij mee. Dankjewel. Dankjewel.